Yo, kijk eens. Welkom bij deze slimme Lucas. Kom nou toch op, hè. Ik denk zo vaak aan dat Misfit 3. Dat is zo verschrikkelijk. Ik snap gewoon niet waarom ze zo'n film maken. Oh, ik word er echt emotioneel van als ik daaraan denk. Zonemiet erop, hè. Kunnen we niet even hier naartoe gaan? Oh, ik krijg dadelijk een bericht, maar we gaan eerst wel even naar Clius. Wordt een hele lange reis, maar oh my god. Het kan gewoon niet. Een presentatrice in de film die geen actrice is, is onmogelijk. Nicolette Kluiver presenteert toch zijn eigen programma's, zoals De Perfecte Verbouwing en Expeditie Robinson. Je bent geen actrice, man. Sonemiet erop, hé. Dat is toch een hele domme fout van die makers geweest. Je gaat geen presentatrice in een film zetten die geen acteerervaring heeft, man. Sonemiet erop, hé. Oh god. Maar daar maak ik me heel erg druk om. Ja. Voor de verderesten vind ik het lied ook niet zo geweldig van Durf te dromen. Het zijn alleen maar walgelijke kutmeiden die maar naar porno moeten kijken. Ik kijk daar nooit naar. Ik kijk daar nooit naar. Oh god, ik kijk al uit naar Bobby de Hartse. Sjoe. Pak ze een kennen, laaf. En een wat ik zit laaf. Nee, joh. Dat was verschrikkelijk, hoor. Verschrik 1, ja, dat klopt. Wee. Oh, dat gaat verkeerd wedden. Over deksels, dat gaat nog maar net goed. Wee. Ik hoop niet dat ik politie achter me aan heb, want dan ben ik echt een pineut dan dadelijk. Ik kijk daar eigenlijk nooit naar dat porno. Maar als nou eens een of andere neukmeiden zoiets gaan doen, man, zo niet erop heen. Is walgelijk! Nooit meer Misfit 3 meer, het is walgelijk. Het is een walgelijke kutfilm. Het is walgelijk. Als zij er nooit had ingezet, had ik het wel meerdere keren bekeken. Maak er zo niet erop heen. Je bent geen actrice, je hebt geen acteerervaring, dus dan kan je niet in de film spelen. Neem mij bijvoorbeeld Bo van Erfendorst. Bo van Erfendorst is niet alleen maar presentator. Hij is ook nog eens acteur en schrijver en ik dacht ook imitator, dacht ik. Dus Bo van Erfendorst heeft ook andere functies. Dus Bo heeft wel in meerdere films gespeeld, ook veel ook ingesproken, zoals Paddington en ik dacht Garfield, weet ik niet. Maar, oh ja, die Paddington weer, wist je dat nog? Nou, ik heb er nooit op gereageerd. Laatst natuurlijk op Poeslief 1 en 2. En daarin spreekt Nicolette Kluiver die stemming. Ja, maar waarom noem je zo iemand? Oké, laten we, ik hou van poesjes, hè. Maar die filmpje wat ik had bekeken bij Kat en Deurbel. Die komt uit Poeslief 1. Dat is een video wat ze in Poeslief 1 hebben gedaan. En dat is iets wat mij erg stoort. Want hoe word je de bekendste kat van Nederland? Deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4. Dan hebben ze ook nog andere plaatjes erbij gezet. En zo benieuwd naar hoe deel 2 voor ons te wachten staat. Je hoort al in de trailer. Ik hoef me er natuurlijk niet voor te stellen. Je weet wie ik ben, Abu Tutu. Hoe droog ook! Hoe droog! Abu Tutu! Oh. Maar dat is toch walgelijk? Ik dacht echt, what the fuck? Ja, maar die naam is tot stand gekomen nadat die vrouw van die eigenaar die kat had gekocht. Toen zeiden heel veel politieagenten, die kwamen toen bij de deur of zoiets en die zeiden toen van een leuke kat. Want toen kwamen de kinderen naar zijn huis of zo. De kinderen hadden zijn kat gezien. En die hadden dus gezegd van wat heb jij een leuke Abu Tutu. En daarom is die naam ook ontstaan. Ja, maar het is toch echt verschrikkelijk man. Hoe de fuck? Dan ben je toch dom? Wie de fuck gaat nou zijn kat nou zo noemen man? Abu Tutu. Dat vind ik meer een Marokkaanse naam. Ja.
Ik kan je wel zeggen, ik heb ook hetzelfde met Mishka. Ik zag ook die naam op YouTube staan, bij die Talking Husky, want ik wilde per se gewoon een naam opzoeken op het internet, omdat het op Google anders veel te lang ging duren. En toen kwam ik dus uit bij een artikel die heette Mishka de Talking Husky. En dus was dat toen Mishka de Talking Husky. Maar ik ga echt niet de tweede hond Abu Tutu noemen. Dan zeg je van, joh, je hebt Abu Tutu genoemd vanwege die Poes Lief film. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Onze tweede hond gaat absoluut geen Abu Tutu heten, man. Ben je gek? Dat zal toch wat zijn? Dat zal toch wat zijn, hé? Abu Tutu. Dat je die hond Abu Tutu noemt. Nee, dat zal ik nooit doen. Dat zal ik echt nooit doen. Wat is deze auto traag, zeg? Dat zal ik nooit doen. Ik denk, what the fuck, ouwe. Waarom zijn er niet meerdere stemmen ingesproken? Waarom is er maar één stem ingesproken? Bij een documentaire hoort toch ook meerdere stemmen worden ingesproken? Ik las wel dat Poes Lief twee meerdere stemmen had. In plaats van dan alleen Nicolette en... Ik weet ook twee andere katten, dacht ik. Ik weet niet welke katten het waren. Mensen neer vanaf en dus de die. Aha, 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 aha. En dan mijn wie. Het is toch verschrikkelijk. Ja, maar ik vind het een hele gekke naam voor zo'n kat, echt eerlijk gezegd. Ja, maar die kinderen zijn ook gewoon dom, man. Dan zeg je hebt een Abu Tutu. Had gewoon beter gezegd van, je hebt een leuke kat, man. Dan ga je toch niet zo'n kat, toch niet Abu Tutu noemen, man. Wordt achterna gezeten. Maar ik word niet neergeschoten, hoor. Dat gaat echt niet gebeuren. Kut, waar is Clidus? Clidus is daar. Clidus, ja. Hier word ik weer. Het is geen politieagent hoor. Het is geen politie hier hoor. Als dit politie was geweest, was ik echt kansloos vaker geweest. Met helikopter ben ik sowieso kansloos, 100%. Met een politiehelikopter. Nou, ik heb dus een plannetje gemaakt hoe ik de volgende keren ga rijden. Kom op, stap uit. Zal ik eerst even deze gewoon schoon neerschieten? Dag. Waar is die? Kut, hij komt achter me aan. Niet getreurd hoor. Weer een glitch net als gisteren. Deze weer, Fargame, deze is zo pittig. Ik hoor bijna niks, man. Ik hoor bijna niks. Trevor is wel een beetje... Niet zo psychologisch hoor. Ik heb dat weer met die stinkbroeren van mij. Return to Clidus. Wel een leuk bos dit hoor. Ik krijg echt de hoofdpijn echt daarvan. Ja, maar het is toch ook gek dat bij het biggetje in de Maasinger vol is het heel moeilijk wie het is. Maar eigenlijk lijken die pakken bijna echt alsof er helemaal niemand in zit. Alsof die pakken tot leven komen. Net zoals bij Toy Story. Dat ook altijd speelgoed tot leven komt. Lijkt het wel alsof die pakken uit de Massinger ook tot leven komen. Alsof daar helemaal niemand in zit. Maar dat komt omdat ze steeds praten. Dus dan heb je steeds het gevoel van, er zit helemaal niemand in. Die pakken zijn gewoon echt. Oh ja. Die pakken lijken net echt. Dat zeg ik echt heel eerlijk. Die pakken lijken net echt. Alsof er helemaal niemand in zit.
Dat zeg je heel eerlijk, die pakken lijken net echt. Ja, ik zie hem. Ik zie dat hoofd, zie ik, van die hert. Kom dan. Ja, nu, ik heb hem. Hoppa. Ja, dat klopt inderdaad. Oké, ik hoor wat. Ik heb het gevoel dat hij daar is, want ik wijs de hele tijd daar naartoe. Ah, hij is inderdaad daar. Deze moet ik pakken, deze moet ik pakken, deze moet ik pakken. Sorry ook over mijn reactie. Ja, ik zie hem, ik zie hem. Hij heeft me niet door, hij heeft me niet gezien, hij heeft me niet gezien. Dus ik kan mooi op het... Oké, ik heb hem. Ik heb hem, hoppa. Ik heb hem. Lekker zeg, heerlijk.